De profvoetballers van NAC bereiden zich in Kampeland voor op het nieuwe seizoen. De ploeg van John Karelsen trainen vanmiddag op het veld van de Beverlanders. Soeburger Pim Bouwman werkt na een knieoperatie aan zijn rentree. Eerst hadden ze verwacht september en nu toch wel augustus, dus het gaat wel goed. NAC speelt morgenavond in IJzendijk tegen Cercle Brugge. Donderdagavond treft de ploeg het Schouwse elftal en zaterdag is het Zeeuwse elftal de tegenstander.